Bijna het einde van deze NOS-uitzending op Nederland 1. Resten ons nog reclame, journaal en het nieuws voor doven en slechthorenden. En wanneer u om 11 uur afstemt op Hilversum 1, dan volgt Met het oog op morgen NOS Radio tot middernacht. Wij wensen u alvast een prettige nachtrust. De succesvolle Mazda 323 is er nu ook in een royale sedanversie. Naast een handige derde of vijfde deur kunt u nu dus ook kiezen voor een stijlvolle sedan. Beide met voorwielaandrijving, zuinige lichtmetalen motor en onafhankelijke wielophanging rondom. Mazda 323, wat u ook kiest. Ze zijn allebei even mooi. Mazda 323, aan u de keus. Mazda, klasse die zichzelf bewijst. Rock and roll disco, 50 non-stop rock and roll hits op 1 LP. Dus echt niet te koop! FGH pandbrieven. Denkt u daar eens aan als u het hoger opzoekt met uw spaarrente. Want inderdaad, die geven een zeer aantrekkelijke rente. Ze zijn niet op naam gesteld en altijd te koop. FGH pandbrieven. Lees er alles over in deze folder. Dick en Hans hebben allebei een kunstgebit. Dick gebruikt Kukident kleefmiddel. Hans vindt zoiets niet nodig. Ze eten allebei alles. Ze lachen heel wat af. Gezondheid. Hey, probleempjes, Hans? Kukident kleefmiddel is makkelijk aan te brengen en het vormt een dun laagje. Zo zit uw kunstgebit niet alleen comfortabel, maar ook vast en zeker. Hans is er inmiddels ook achtergekomen. Met Kukident ben je beter af. Kukident kleefmiddelen, vast en zeker. Ja, ja. They all join hands now. Ze zingen het allemaal. Wat een geweldige sfeer. En er zijn al heel wat mensen met een jinglers van CNA. Jinglers, de goede jeans. Je dag begint al prettig met de heerlijke geur en het frisse van de nieuwe 8x4. Die geur en het frisse blijven de hele dag bij je. Zo wordt iedere dag een fleurige dag. Nieuwe 8x4 ruikt nog lekkerder en houdt je nog frisser. Een fleurige dag lang. Kees, mijn man, dat ken ik altijd van een man. Hij ook van mij, dat kan ik rustig zeggen. Mijn man wil alle dagen jong belegen op zijn brood. Dus dan komt er jong belegen op te leggen. He? Mijn man wil kaas, krijgt die kaas. Nou heb je kaas en kaas, helaas met uniekaas. Dat is kaas, dat mag kaas heten. Hoe zeggen ze dat nou altijd? Dat heeft constante kwaliteit. Daar zit Kees zo tevreden van te eten. Uniekaas, kaas boven kaas. Zo is dat, zeker weten. Mensen die tere spulletjes mooi willen houden, zodat ze er na vele keren wassen nog als nieuw uitzien. Die mensen zie je steeds vaker Robijn Fijnwas gebruiken. Robijn Fijnwas in het oranje pak. Volkomen veilig voor wol en fijne was. En het scheelt in uw portemonnee. Het resultaat van een scheerapparaat blijkt pas 's middags. Papa, je prikt? Tja, dat krijg je 's middags. Wel, nee. Met de Braun Micron Plus voel je 's middags ook nog glad. Dankzij het flexibele, flinterdunne Braun Micron scheerblad. Rechts de Braun Micron Plus.
Smiddags geeft de test met het watje het bewijs. Met de Braun Micron Plus langer gladder. Dag mijn meisje. Hé, wat ben je zacht. De Braun Micron Plus langer gladder. Goedenavond. Bondskanselier Schmid van West-Duitsland gelooft dat met de Sovjet-Unie betrouwbare afspraken mogelijk zijn over wapenbeheersing. Schmid noemde vanavond in een televisieinterview de Russen geraffineerde onderhandelingspartners, maar onderhandelingen en resultaten zijn mogelijk, zei de Duitse bondskanselier. Eind deze maand krijgt Schmid in Bonn bezoek van de Russische president Brezhnev. De West-Duitse christendemocraten staan klaar om regeringsverantwoordelijkheid te aanvaarden. Dat was vandaag de conclusie van partijleider Helmut Kohl in zijn slotrede tot het CDU-congres dat gedurende 4 dagen in Hamburg is gehouden. Het is een congres geweest waarmee de CDU zijn eenheid heeft willen aantonen. Eensgezind nam het congres onder meer een resolutie aan waarin de volledige steun werd toegezegd aan de NAVO en het NAVO-besluit voor plaatsing van kernraketten in Europa. Aan de andere kant sprak het congres zich ook uit voor meer economische en culturele samenwerking met de Sovjet-Unie. De Europese gemeenschap zal de financiële steun aan Turkije bevriezen totdat de democratie er is hersteld. Dat heeft het Europese parlement vandaag besloten tijdens de begrotingsbehandeling voor volgend jaar. Het bezoek vandaag van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Genscher aan Turkije werd dan ook gekenmerkt door een uiterst koele sfeer. Volgens sommigen in Ankara was de spanning te snijden toen Genscher generaal Evren ontmoette, de leider van het militaire bewind. En de stemming werd er niet beter op toen Genscher te kennen gaf graag met Bülent Ecevit te willen spreken. Ecevit was premier van een burgerregering totdat deze vorig jaar door de militairen werd afgezet. Ecevit was juist dinsdag door een militaire rechtbank veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. De haven van Rotterdam krijgt toch een massale aanvoer van LPG-gas. De gemeenteraad van de Maasstad is vandaag akkoord gegaan met een plan van het internationale bedrijf Mundo Gas voor de aanvoer van 750.000 ton LPG per jaar. Dat zal in de haven van Rotterdam uit een grote tanker rechtstreeks worden overgepompt in kleinere schepen. Die moeten het dan weer verder landinwaarts vervoeren. Tegen deze schipoverslag bestaat veel verzet. Tegenstanders vinden het te gevaarlijk. Mundogas moet dan ook van de Rotterdamse Raad over 3 jaar een vast aanlandingspunt op de wal aanleggen. Maar de vereniging Gezond en Veilig Hoek van Holland vindt deze bepaling niet genoeg. Die zal een kort geding aanspannen om het raadsbesluit van vandaag ongedaan te maken. Eerder hadden BP en Shell plannen voor massale aanvoer van LPG-gas, maar deze bedrijven kwamen daar later weer van terug. Dammen, vanavond is in Leeuwarden de tweede partij tussen Gantwark en zijn uitdager voor de wereldtitel Wiersma gespeeld. De partij eindigde in remise, evenals de eerste van afgelopen maandag. Het nieuwsoverzicht. Het tweede kabinet van 8 zal, nu de breuk door tussenkomst van de informateurs is gelijmd, maandag over een week, op 16 november, zijn regeringsverklaring afleggen. En daarin staan dan ook de eerste maatregelen bedoeld om de werkgelegenheid te bevorderen. Tegen de 60.000 mensen moeten daarmee aan werk worden geholpen. Deze en enkele andere plannen die meer werk moeten opleveren worden betaald uit een zogenoemde solidariteitsheffing. Van april tot en met december volgend jaar moet bijna iedereen 1% meer betalen aan loon- en inkomstenbelasting. Dat wil zeggen niet de laatste schijf. Met hun compromis kregen de informateurs Halberstad en de Galan de 3 partijen CDA, PvdA en D66 weer bij elkaar. Is het nou eigenlijk niet enkel een verstandshuwelijk, vroegen we aan informateur De Galan. Ja, ik denk dat het erg ongezond zou zijn als mensen in het kabinet allemaal van elkaar zouden gaan zitten houden. Dat doen alleen de Halberstad en ik nu na deze 3 weken. Wij zijn ontzettend van elkaar gaan houden. Maar het is niet uitsluitend een verstandshuwelijk, behalve in die zin dat kabinetten dat altijd zijn. Een directie in een bedrijf is ook in die zin een verstandshuwelijk. Daar hoeven die mensen ook niet per se van elkaar te houden. Maar wat mij is opgevallen, en dat meen ik oprecht, is dat er waren geen onderlinge grote wrijvingen van
van ja, elkaar niet meer groeten of zoiets. Dat maken wij aan de universiteit soms erger mee dan hier in de politiek. De Russische onderzeeboot die op 27 oktober vlak voor de Zweedse kust strandde, mag vertrekken. Het wachten is nu op geschikt weer. De Zweedse autoriteiten gaven vandaag hun toestemming. Maar maakten tegelijk bekend dat de Russische onderzeer uranium-238 aan boord heeft. Volgens Zweden is dat er alleen om voor kernkoppen te worden gebruikt. De Zweedse premier Feldin noemde het vandaag de meest openlijke schending van Zweeds gebied sinds de Tweede Wereldoorlog. In Londen is vanmiddag bekendgemaakt dat prinses Diana van Wales een kind verwacht volgend jaar juni. Kort na die bekendmaking kregen de prins en prinses van Wales een opgetogen onthaal bij een bezoek aan het stadhuis van Londen, de Guildhall. Hun kind wordt in de Britse troonopvolging tweede na prins Charles. De weersverwachting tot morgenavond, wolkenvelden en enkele bui, maar ook opklaringen. Minimumtemperatuur van 4 graden aan zee tot om het vriespunt, plaatselijk in het binnenland. Middagtemperatuur rond de 9 graden.